Partij van de Arbeid, afdeling Amsterdam Zuidoost. En voor wat mannen met de wonen omgeving hier, zou ik er 2-3 vragen kunnen stellen? Ik woon hier heerlijk. Ja? Veel vrijheid, ik woon op 4 hoog. Ja. Absoluut. Het is wel leuk, maar de laatste tijd gebeuren wel een paar vervelende dingen hier. Ja, dan mag voor kinderen mag er wel wat meer speelgelegenheid zijn. Oké. Dat is in ieder geval zeker is. We zouden ook voetbalveld en doelen en bal. En schommelen. Ja, en het draaien. En straatvervuiling. Waar zijn jullie meestal dan? Hierachter. Okay. En zijn jullie tevreden met de voorziening daar? Nee. Waarom? Daar, vies, modder. Poep en junkies. En hondenpoep op die velden. Meer winkels, hè? Want je zit ver weg van de winkels. Ja. Datgene wat ze daar hebben, daar ga ik bijna nooit naartoe. Waarom is niet? Duur en heel weinig. Ja. Hè? Dus de keuze is, als jij hebt ook gefietst, maar als je niks hebt, dan is er een probleem. Dan zit je daar aan vast. En ze zijn echt duurder hoor. Dan, maar mensen klagen wel over de winkels daar, dat het onveilig is, dat het een beetje vies is, dat hangen mensen daar. Klopt, dat is ook wel waar. Ja. Maar dan zou ik zeggen, juist daarom moet je kijken of er niet een andere mogelijkheid is. Oké, goed. Hè, want de mensen kunnen er klagen, maar zo'n voorziening is wel belangrijk. Even, ja, dat is waar. Ja. Hè, zeker zo dichtbij voorziening. Al die moeders en kinderen, die kunnen ook niet continu richting de poort. Want, ja. Die hebben maar een korte periode waar ze kinderen weer moeten ophalen, noem maar op. En als ze geen auto hebben, heel veel mensen hebben hier niet zoveel geld, dus ze ook geen auto hebben. Ja. Dan heb je zo'n voorziening wel nodig. En ja, als je dan al op een laag niveau zit, is het helemaal verveeld als je dan elke keer naar de... Naar de moet, omdat het allemaal zo duur is. Hè? Hier. Jullie mensen waren een beetje in toomhouden, snap je toch? Ja? In mijn zin, alle huizen moeten zakken. Je betalen. Oh, huishuur. Ja, als je hebt een pensioen, wat kan je doen? De huur is te hoog. Elke jaar, hetzelfde liedje. Alle mensen moeten blijven hier, door de lage prijs te betalen. Moet rustiger worden, snap je? Ik heb nooit te veel wat van overlast hoor. Ik hoor niks, hè. Dus ik geniet gewoon van alle muziek om me heen. Vorige week was zijn auto achteruit stuk geslagen. En daar in het winkelcentrum heb je altijd van die criminelen die daar in een bar zitten en geschoten worden en zo. Dus daar moet er wel wat aan gedaan worden. Overlast, nou dat gaat hier goed. Dat klopt goed, ja zeker. Okay. Absoluut. Okay.
Wanneer Ajax speelt, hebben we geen parkeerplaats. We hebben gelukkig geen last van. Alleen als er voetbal is of activiteiten, dan is het goed. Valt wel mee. Ik denk dat mensen vooral klagen als Ajax aan het voetbal is. En dan mensen natuurlijk weten, we kunnen niet verder tot daar. Dus dan parkeren ze natuurlijk hier. Hè. Nou, dat kan wel beter, want die containers, die vuilcontainers, die zijn momenteel werd altijd een kaarsysteem gebruikt. Omdat daar niet dus functioneel eigenlijk is. Precies, en dat schijnt dus nu bij het werk te zijn, dus er is vaak veel zwerfvuil. Veel te veel, kijk hier, kaka. En waarom komt dat dan? Gewoon onder mensen die gooien op straat. En daar. Goed hoor, die containers zijn heel goed. Het wordt op tijd gewoon gemaakt ook. Elke maand en zo. Durf mensen hun kaart kwijtraken. Mijn kaart blijft in die auto. Dat ze moeten krijgen en 25 euro moeten gaan betalen, maar ook het niet kunnen bestellen, want dan moeten ze naar de woningbouw hebben. Wat gebeurt er? Dan gaan mensen daar niet naartoe. Dan zitten ze in de vuile buiten. Dus ik zie dat systeem. Partij van de Arbeid, afdeling Amsterdam Zuidoost. I play you deep in love someday.